Meer dan ooit hebben mensen behoefte aan een luisterend oor, een stukje geborgenheid en vooral aan zekerheid en veiligheid. De wereld staat in brand. Misschien dat historici over 15 jaar zeggen dat wij nu in deze periode in een derde wereldoorlog leven. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. De overheid is er in de eerste plaats voor de veiligheid van mensen en voor het opkomen voor zwakke mensen. Hebben de mensen het gevoel dat de overheid hen begrijpt? Spreken wij de taal van de mensen en omgekeerd? Hebben de mensen het gevoel dat we alles aankunnen? Of ervaren ze het gebrek aan mensen en middelen en juist een overvloed aan regels? Om dat te voorkomen spreek ik de laatste tijd heel vaak over het organiseren van nabijheid. Wij dienen dicht bij mensen te staan. En wij hopen dat mensen dat ook als zodanig ervaren. Ik zal een viertal voorbeelden noemen van hoe wij nabijheid in de praktijk organiseren. 1. We hebben nationale politie. Dat klinkt heel ver weg. Maar wij in Sint-Michielsgestel zijn in Nederland de pilot voor het vernieuwend werken van wijkagenten. Dat betekent dat onze wijkagenten niet meer op een politiebureau zitten, maar gewoon letterlijk hier in de wijk in onze gemeente aanwezig zijn en zichtbaar zijn. Ze komen op het gemeentehuis om daar hun bijeenkomsten te hebben, maar ze zijn in de eerste plaats in de wijk. En u bepaalt op welke manier u met de wijkagenten wilt praten. Het tweede voorbeeld, het buurtinformatienetwerk. Vrijwilligers, mensen uit de buurt, kunnen via sociale media contact krijgen met de politie om zaken die verdacht zijn, om die door te geven aan de politie. En omgekeerd, als de politie weet dat je op zo'n groep zit, de politie ook omgekeerd vragen kan stellen. Wilt u eens uitkijken naar die verdachte auto of iets van die aard? Heel dichtbij organiseren van nabijheid. Nou, hier in die wijk, als er is ingebroken van de week, die wijk. Een aantal straten uit die wijk, daar zijn mensen hebben een buurtapp en die hebben mij benaderd van wij willen met jou serieus om tafel. En dat combineert natuurlijk mooi met die borden. Een derde voorbeeld. 1 januari gaan we samen een ambtelijke fusie aan met Bokstel. Die ambtelijke fusie geeft ons de mogelijkheid om de zaken zo te organiseren dat we meer ambtenaren kunnen vrijmaken voor de wijken. We hebben zelfs wijkmakelaars. Dat betekent dat nog meer mensen, nog meer ambtenaren bij u aan de keukentafel zaken kunnen komen bespreken en uitleggen. Een prachtig voorbeeld, dat is de dorpstafel in Bellicum, die pas gestart is. Een dorpstafel waar mensen letterlijk aan de tafel komen die om het dorp, maar die ook om elkaar geven. Het is o zo belangrijk dat wij het goede uit mensen halen. Alle mensen hebben talenten. De ene gaat op ziekenbezoek om te luisteren, een tweede doet boodschappen, een derde brengt mensen naar een dokter of naar een apotheek. En op die manier hebben we rond die dorpstafel mensen bij elkaar, nabij, om op een goede manier mensen in een gemeenschap erbij te laten houden, een gemeenschap leefbaar te houden. En de gemeente moet vooral dit soort dingen laten gebeuren en zich er niet te veel mee bemoeien, het organiseren van nabijheid. Durf als gemeente eens tegen jezelf te zeggen, laten we nou eens stoppen met bemoeienis bij goede ideeën van mensen als ze ons als een hindermacht ervaren. Tweede voorbeeld, haal de agenda van de straat naar de raad. Bedenk en luister naar wat mensen belangrijk vinden. Derde voorbeeld, het gaat veel meer om de leefwereld van mensen dan om de systeemwereld. We hebben zo vaak de neiging om aan protocollen en afspraken vast te houden, terwijl het moet gaan om de mens. De mens staat centraal en niet de regelgeving. Wij zijn er voor mensen en niet omgekeerd. Een vierde voorbeeld. Durf mensen actief uit te dagen. Durf ook met een luisterend oor toe te geven
dat wanneer mensen kunnen aantonen dat zij zaken veel beter kunnen organiseren dan de overheid, laat dan los en ga die uitdaging aan. Laatste puntje, ga dat gemeentehuis uit en ga er de mensen toe om met een oprechte belangstelling te horen en te zien wat mensen doen. Dat ik bij deze drummarathon mag zijn. Om geld uit te zamelen voor Service Request. Wat hebben wij een goede kinderburgemeester, Hieltje. En die houdt zo toespraak. Op die manier hopen we te laten zien dat we geïnteresseerd zijn in mensen. Dat we het goede willen halen uit mensen. Dat we mensen in hun kracht willen zetten. En dat is het organiseren van nabijheid. Tot slot vraag ik uw aandacht voor twee dingen. 1. Het jeugdlintje. Ik vond het heel jammer dat wij het afgelopen jaar geen enkele aanvraag voor een jeugdlintje hadden. En juist omdat ik het zo belangrijk vind niet alleen maar over jeugdproblematiek te praten, maar juist de jeugd positief te benaderen, vind ik het heel belangrijk dat u om u heen kijkt en ziet of u jongeren kunt vinden, kinderen tot 18 jaar, jongeren die iets doen. Tweede punt waar ik uw aandacht voor vraag zijn de vluchtelingen. Ook wij moeten mensen gaan huisvesten. Ik wil u eraan herinneren dat in 1976, toen Suriname onafhankelijk werd, wij in Sint-Michielsgestel heel veel mensen hebben opgevangen die terugkeren naar Nederland. Inclusief de bouw van een moskee. We hebben dus een naam hoog te houden. En we willen een gastvrije gemeente zijn. Dat waren wij toen en dat willen wij nu nog zijn. Dus ik roep u op om als wij vluchtelingen binnen onze grenzen krijgen, om die op een fatsoenlijke en respectvolle manier te benaderen. Ik wens u allemaal voor 2016 een in alle opzichten voorspoedig en gezond nieuwjaar, waarin wij hopelijk gevrijwaard blijven van rampen en andere ellende.